John van den Brom is uitstekend begonnen aan zijn dienstverband bij RC Genk. Na de klinkende zegen bij zijn debuut rekende de nieuwe ploeg van de oefenmeester zaterdagavond zeer overtuigend af met middenmotor Cercle Brugge. De spelers van RC Genk droegen zaterdag voor aanvang van het duel met Cercle Brugge allemaal een shirt met nummer 16 ter nagedachtenis aan NG Konka. Na dit eerbetoon zetten de bezoekers een ware voetbalshow neer. Cercle Brugge kwam er totaal niet aan te pas en keek halverwege al tegen een 0-4 achterstand aan, met twee treffers eiste Paul Ombachu de aandacht op zich, terwijl ook Junya Ito en Brian Heinen een aandeel hadden in de productie. In de tweede helft nam RC Genk gas terug, of zoals Sporza het noemde in het liveblog, de dansschoenen zijn achtergebleven in de kleedkamers. Cercle Brugge deed via Dino Hattek zelfs nog iets terug, maar de bezoekers hadden via Theo Bongonda een fraaie pegel het laatste woord. Bij de thuisploeg werd voormalig NEC-speler Anthony Musaba in de 78ste minuut vervangen en bij RC Genk viel Cyril Dessers rond dezelfde tijd in. De avond van Van den Brom werd er later alleen maar mooier op, aangezien Club Brugge niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel bij Excel Mouscron. De kampioen leverde een dramatische vertoning af tegen de hekkensluiter. Noah Lang werd na 78 minuten gewisseld bij Club Brugge, dat geen enkele grote kans creëerde. Ruud Vormer maakte de 90 minuten wel vol. Door de averij van de titelkandidaat is RC Genk de nieuwe koploper.